Op zondag 28 augustus werd in woonzorgcentrum Lemmerheide in Oostvoorne en in samenwerking met de Catharina Stichting voor de 7e maal een accordeon- en harmonica-middag georganiseerd voor solisten en groepen. Muzikanten uit heel Nederland waren naar Oostvoorne gekomen om het publiek te laten genieten van hun favoriete nummers. De hal van Lemmerheide bood voldoende ruimte voor een groot aantal optredens. De bezoekers konden niet alleen genieten van serieuze muziek, maar er waren ook tal van gezellige meedijners te horen. Hoe is dit evenement zo hier in Lemmerheide terechtgekomen? 7 jaar terug hebben ze het voor de eerste keer georganiseerd in de Halve Maan. Dat is een museum in Tinten. Daar hebben ze het de eerste keer georganiseerd. Alleen daar waren zoveel bezoekers op afgekomen dat het eigenlijk te klein was om het daar voor de tweede keer te organiseren. En toen zijn ze hier in Lemmerheide begonnen, zeg maar. Dus nu voor de 6e keer in Lemmerheide, maar eigenlijk de 7e accordeondag. En wie organiseert het? Wij, zeg maar, als Catharina Stichting. En dat mag ik dan doen. En dan samen met meneer Oudwater, Sander Oudwater en Arie van Kapel. Dat zijn de mensen die mij ook de adressen aanleveren van de muzikanten. Artiesten of de muzikanten die hier optreden, komen die allemaal uit de regio of ook daarbuiten? Nou, doordat ik in gesprek ben met alle muzici om ze aan te kondigen, ben ik er al achter gekomen dat ze van heel Nederland komen. Zoetermeer, Delft, Capelle aan de IJssel. Vorig jaar hadden ze zelfs 2 jaar achter elkaar een jongetje uit Oostenrijk die speciaal kwam, logeerde bij zijn oma en opa. En die kwam ook hier optreden, dus zelfs uit het buitenland komen ze. Moeilijk, accordeon bespelen? Wat heet moeilijk? Bij mij is het een moeizaam traject geweest, moet ik zeggen, voordat ik een beetje kon spelen. De reden dat ik dat vraag, want je hebt natuurlijk te maken met knoppen en toetsen. Ja, ik heb eerst klavier accordeon gespeeld met toetsen, dus, en later ben ik met
knopaccordeon gaan proberen en trekharmonica. En trekharmonica eigenlijk omdat ik wat last had van mijn schouders en dat die accordeons te zwaar voor me waren toen. Komen die hier uit de regio of zijn die gebonden aan de regio? Nee, iedereen kan zich inschrijven voor de dag. Ik krijg een aantal adressen aangeleverd van Arie van Kapel. Die heeft heel veel muzikanten in zijn bestand zitten. En we nodigen ook altijd de mensen uit die alle jaren zijn geweest. En er zijn dus heel veel muzikanten die eigenlijk ieder jaar ook weer terugkomen. Nu ligt het accent op de accordeon. Wat is daar de reden van? Zo is het ontstaan, zeg maar. En ik denk dat het merendeel ook gewoon accordeon speelt en mondharmonica. We komen ze eigenlijk helaas heel weinig tegen. Ja, het is natuurlijk gezellige muziek. Het is voor iedereen wat. Ja, het is voor iedereen wat, ja. En de oudere mensen trekt het gewoon echt heel erg. U weet volgens mij veel van muziek. Bespeelt u zelf ook een instrument? Dat klopt. Ik speel dwarsfluit. Ik ben beroepsmuzikus. En ik speel ook in een orkest. En ik heb mijn eigen fluitorkest. En ik geef les. Bent u er volgend jaar ook weer bij? Als het aan mij ligt, ben ik er gewoon weer bij, hoor. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik verheug me erop. Heerlijk land van mijn droom. Speelt u alleen voor bejaardentehuis of verzorgingstehuis of speelt u ook op ander niveau? Dit is de eerste keer dat we eigenlijk hier zo in het bejaardenhuis samen opgetreden hebben. Het was een beetje een ad hoc groepje. Maar ik ga wel vaak naar weekends en van Stichting Volksmuziek Nederland. Die organiseert regelmatig weekends voor allerlei instrumenten, ook zang en ook viool, trekharmonica, accordeon. En daar kan je ook met anderen samen spelen. Maar echt optredens, dat hebben we niet veel gedaan. Een beetje vanuitgaan dat het volgend jaar ook weer komt? Tuurlijk, dit blijft een terugkerend evenement worden. Het is iedere keer de laatste zondag van augustus.
Hartelijk bedankt voor de informatie.